Zo, welkom terug. In de video van vandaag bekijken we hoe ik voor deze Pelikijs een divider set gemaakt heb. Ik zal de koffer al eens openmaken om het eindresultaat te laten zien. Maar ik stel voor dat we, voor we de inhoud hiervan gaan in detail bespreken, dat we eerst en vooral gaan kijken hoe we dit gemaakt hebben. En waarvan we vertrokken zijn. Zo, en om dit te maken, de eerste stap is eigenlijk opmeten van de koffer zelf en dan bepalen welke lengtes van die inserts, van die randen die je nodig hebt. En ik heb dan op een blad genoteerd, ik heb gemeten dat de koffer 29 op 51 is en 13 hoog, de inhoud ervan. Nu dan heb ik de stukken, dus de dividers, heb ik oorspronkelijk had ik die ook op 13 gemaakt, dus dat zijn deze hier, maar die bleken net iets te hoog. Deze zijn 12, die zijn iets lager, die zijn beter. Dus je kan eigenlijk beter met een hoogte van 12 centimeter werken. Dus alles is 12 centimeter hoog. En dan heb ik voor de randen hier heb ik er van 50 centimeter gemaakt. 2 van 50 centimeter. En 2 van 27 centimeter, dat zijn deze randen. Dan heb ik nog 2 inserts van 48. Dat zijn deze die hier komen. Dus dat gaat dan over deze. Dat waren die randen. Die randen komen hier samen met velcro, zoals je ziet. Dat heb ik afgekeken van het origineel systeem dat je ook kunt aankopen in de winkel voor die koffer. Voor de rest heb ik, het was zelf meer dan 600, het was uiteindelijk 700 centimeter. Dus 7 meter van de zachte velcro, want die komt eigenlijk op al deze stukken. Dus op elke lengte hier komen 2 strips van die, je ziet hier, van die zachte velcro te zitten. Omdat die zachte je materiaal niet beschadigt. En het is enkel op die flaps hier dat de haakjes het hardere materiaal komen. Maar omdat je dus hier 2 strips, daar 2 strips, hier 2 strips, daar 2 strips, daar 2... kom je uiteindelijk op 7 meter uit in totaal. Ik had hier nog een meter tekort. En voor de kant met de weerhaakjes, dus de velcro die hier geplaatst is op deze stukken, voor die heb ik uiteindelijk 400 centimeter of 4 meter gebruikt. En de dividers zelf zijn opnieuw 12 centimeter hoog en 8 centimeter breed. Ik had eerst een 15-tal gemaakt, maar ik heb er uiteindelijk nog een 5-tal extra gemaakt. Dus ik heb er nu nog een paar over. Dus ik denk als je er 16 maakt, dat dat goed uitkomt. Als je de koffer koopt, dan krijg je daar standaard dus dit type plukschuim bij. Dus bovenaan zit zo'n eierschaal van schuim. En in het compartiment zelf heb je dan zo dit plukschuim waarbij dat je verschillende stukjes kunt uithalen om daar je materiaal te vormen. Er zijn 2 nadelen aan, vind ik persoonlijk. En voor lenzen die typisch allemaal dezelfde vorm of toch een bepaalde diameter hebben, maar allemaal cilinders zijn, is dit niet echt ideaal. Dus ook zie je bijvoorbeeld hier bij deze flits dat je eigenlijk altijd 2 rijen moet schuim tussen laten, want als je maar 1 rijtje laat, dan zie je dat er hier dat gewoon kapot scheurt. Dus je moet altijd met een dikte van 2, dus je verliest eigenlijk heel veel ruimte. En dat is een herstelling die ik achteraf doorgevoerd heb. Dus het is niet optimaal voor fotomateriaal. Vervolgens ben ik beginnen snijden. Dit is een rolmes, dus dat is eigenlijk een mes in de vorm van een cirkel waarmee dat je heel gemakkelijk over de stof kunt gaan om die stof langs een lat dus in een rechte lijn af te snijden. Dus voor elke lengte moet je een dubbele strook en een beetje reserve afsnijden, omdat je moet kunnen overlappen rond de kunststof, rond de mousse, de voering. En dat je nog moet kunnen afstikken ook. Dus dat ben ik hier nu aan het uitknippen. Ik heb stukken van 30 was het, geloof ik. 30 breed. En dan heb ik enkel, als ik die dubbel vouw, heb ik nog een hoogte van 15 centimeter, wat genoeg is om af te werken op 13 of 12 centimeter. Nog een tip voor stofverwerking is dus van die te strijken. Dus hier zal ik die nu in 2 vouwen en dan met stroomstrijkijzer erover gaan, zodat die op de juiste locatie blijft liggen. En dan zie ik ook gemakkelijk waar dat de helft is, om dan mijn velcro er tegenaan te stikken. Vervolgens mijn mousse, mijn schokdempend materiaal uitsnijden. Opnieuw, ik gebruik dit rollertje, omdat het zo handig is. Nu, ik heb het nadeel dat ik heb allemaal resten gebruikt, dus die stof zijn allemaal restjes stof.
En ook dit is een rest van een ondervloer voor parket en dergelijke meer. Heel simpel, heel dun. Maar eigenlijk net iets te dun voor deze doeleinden. Dus wat ik gedaan heb, is verschillende lagen uitgesneden en die dan samengenomen. Ik heb 4 van die lagen samengenomen om tot de juiste dikte te komen. Uiteraard, als je al het juiste materiaal hebt, bespaar je jezelf veel werk doordat je maar 1 keer moet uitsnijden. Dus dan nog de velcro. Daarvan heb je eigenlijk 2 lengtes nodig. Dan moet je het eigenlijk alleen nog maar op 1 stikken. Dus hier ben ik de zachte velcro in een lengte van 40 cm was het denk ik, iets korter dan de uiteindelijke lengte, aan het stikken op mijn stof. Dus ik heb eerst dit vastgestikt. En dan heb ik de zachte mousse er pas in gelegd, samengevouwd en opnieuw volledig dichtgestikt. En dan achteraf kun je het teveel aan stof eraf knippen. Je ziet hier ook in deze lap, zie je op het einde in de verte daar dat ik dus die uitsparing gemaakt heb voor die wieltjes. En dit is een van de zijkanten, dus daar hangt maar velcro aan ene kant aan. En zo komt het dan in de koffer te zitten eigenlijk. Dan rest ons alleen nog eens te gaan kijken in de koffer zelf. Dus zoals dat je ziet heb ik hier nu vooral eigenlijk mijn bijna zo goed als al mijn materiaal behalve mijn Hasselblad. En nog een paar analoge camera's. Ik heb hier maar 1 analoge camera zitten, dat is die Minolta die je hier ziet. Voor de rest is het allemaal digitaal. Dit zijn Minolta lenzen in een dubbel verdiep. Dus je ziet dan dat zijn manuele lenzen, zijn niet zo hoog. Ik heb hier meer dan 12 centimeter, dus ik heb hieronder nog een lens zitten ook. En daar zit dan nog een stukje padding tussen. Ik zal het straks laten zien in een ander compartiment. Dus dat zijn mijn Minolta lenzen. Een stuk of 4 plus 1 die hier op de body zit. Allemaal kleine prime lenzen. Dan verder heb ik mijn Sony materiaal. Dus dat is mijn Sony Alpha 7 body. Daar zit verder niks op gemonteerd. Die zit daar zo in. En dan heb ik hier mijn Sony lens. Dus dat is een Sony lens. De 55 1.8 prime lens. 28 f2 prime lens. En hieronder zit opnieuw met dus die mousse waar ik van sprak. Dus dan heb ik nog een extra divider gemaakt. Dat is echt een klein stukje. Zoals dit. Waardoor dat er hieronder nog een andere lens zit als de 35 2.8. Voor die kleinere lenzen is het ideaal dat je meerdere kunt stapelen. Ja, die plaatste ik. Die was net iets te hoog al. Die plaats ik zo. En die is dan hier afleesbaar. Voor deze heb ik nu ticketjes gemaakt. Maar eigenlijk weet ik wel hoe mijn lenzen eruit zien. Dat zijn al mijn Fujifilm lenzen. Of toch bijna al mijn Fujifilm lenzen. Ik ben nu aan het filmen ook met de X-T1. Dit is de X-T2 body. Dus opnieuw zonder lens zit daar zo in. En ja, dit is nog een overblijfsel van Nikon. Hier zit 1 Nikon Prime in. En ik heb beneden nog 2 Nikon Prime lenzen. Voor de rest zijn dit allemaal laders en batterijen. Dit zijn ook, dat is nog een lader ook. Voor dit licht, dat is een ledlamp. Dat zijn nog wat riemen. Dit is een harde schijf, ja, die hoeft daar eigenlijk niet in te zitten. En een extra batterij. Dit is zo een eenvoudige ledlamp die ik kan gebruiken als ik eens wat continu licht nodig heb. Over licht gesproken, dus dat past hier in. Over licht gesproken, dit zijn 2 flitslampen of flitslichten en die heb ik daar geplaatst met een heel specifieke reden. Hier heb je door de bouw van deze koffer heb je hier 2 uitsparingen. Dat is moeilijk te zien, maar er zit stof over, maar geen zacht materiaal. En dat zijn eigenlijk uitsparingen voor deze wieltjes. Dus dit is een trolleymodel. Maar dus dat maakt dat ik hier geen vlakke bodem heb. En ik heb dat nu voorlopig opgelost door daar mijn flitsen in te plaatsen. Omdat je hier dus die uitsparing hebt. Die kan ik daar zo in plaatsen, dan heb ik daar geen last van. Aan elke kant een flits. En die flitsen gebruik ik op zich wel niet veel, maar kijk, kan maar zo handig zijn. Zo, dat was het. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.